Hallo allemaal. Van harte welkom bij het Van Gogh Museum. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie gezellig met ons mee? Toby en Pepper zijn alvast vooruit. En Vlinder gaat zich ergens verstoppen. Hè, Vlinder? Gaan jullie haar zoeken? Eens kijken wat we deze keer allemaal gaan doen. Toby? Pepper, waar zijn jullie? Hoi. Ah, daar zijn jullie. Kom eens kijken bij dit schilderij. Oh. Er staat een meneer op. Oh. Weten jullie wie dat is? Dat is... Nou? Ja, ik weet het wel. Dat is Vincent van Gogh. Een beroemde kunstenaar. Wat goed van jou, Toby. Vincent was a painter. He made lots of paintings. Heel goed, Pepper. Vincent was een schilder. Mm. Hij maakte heel veel schilderijen. Oh, wow. Kijk maar eens mee, kinderen. In het Van Gogh Museum hangen een heleboel schilderijen. Ze zijn gemaakt door Vincent van Gogh. En ze zijn allemaal anders. Zie je wel? Kijk, dit schilderij heeft donkere kleuren. Je moet goed kijken om het te zien. Het is zo dark there. Ja, donker. Ik kan bijna niet zien wie er allemaal op staan. Oh, en dit schilderij heeft lichte kleuren, Baks. Geel en bruin en een beetje groen. Inderdaad. En dit is een schilderij van de natuur. Van buiten. Oh, wat kan je hier ver kijken, zeg. Ja. Ik zie velden en huisjes en in de verte de bergen. Yes, mountains. Beautiful. Hey, en nu zijn we ineens weer ergens binnen. Goed gezien hoor, Toby. Vincent maakte veel verschillende schilderijen. Ja. And this is Vincent's portrait. He painted it himself. Wow. Goed zo, Pepper. Ja, dit is een portret van Vincent. Hij heeft het zelf geschilderd. Dat heet een zelfportret. Oh. Die maakte hij heel vaak. Op dit schilderij zie je dat Vincent een echte schilder was. Zien jullie de kwasten en de verf? Ja. Kijk, daar staat Toby. Hij heeft iets op zijn hoofd. Kan jij aan deze vorm zien wat dat is? Draagt Toby een heksenhoed op zijn hoofd? Is het een strohoed? Of misschien een baseballpet? Wat denk je? Ja, een strohoed natuurlijk. Daarmee ben je goed beschermd tegen de zon. Staat je goed hoor, Toby. En Vincent had er ook een. Zie je? We gaan iets van heel dichtbij bekijken. Kijk je mee? Yes. Oh, dat is... zie jij het al? Red? Ja, rood. Something... Green? Ja, ik zie wat groens. Daar in de hoek. Op blauw. Wat zou het kunnen zijn? Paint! Pretty colors! Oh ja! Een kwast met allemaal kleurtjes verf! Pretty colors! Oh, daar maakte Vincent zijn schilderijen mee. Oh, ik krijg helemaal zin om zelf ook iets te schilderen. Me too! In het museum kun je soms ook zelf dingen doen. Zie jij al wat het is? Even kijken. Is het... nee, toch niet. Nee? Is het iets met eten? Zou dat het zijn? Kijk nog maar eens goed, Toby. Oh, wauw, dat is mooi. Oh! Oh, nu zie ik het. Die jongen gaat schilderen. Ja, dat klopt. Yes. Dat heb je goed gezien, Toby. Die jongen schildert. Just like Vincent. Ja, net als Vincent. Mooi gezegd hoor, Pepper. Zo. Dat ziet er goed uit, zeg. Wat een mooie kleuren. Prachtig.
Wisten jullie dat Vincent van Gogh graag bloemen schilderde? Kom er maar bij, Toby. Bye. Wat is het juiste antwoord op de volgende vraag? Op welk schilderij van Vincent staan zonnebloemen? Oh, sunflowers! Kijk maar eens goed. Zijn het de gele bloemen of zijn het de blauwe? Weten jullie het? De gele bloemen! De yellow flowers! Goed hoor, Toby en Pepper. Ja, zonnebloemen zijn geel. Zonnebloemen groeien buiten in het veld. Kijk eens hoeveel het er zijn. Zien jullie hoe ze bewegen in de wind? Yeah. Heen en weer, heen en weer. En wat zijn ze mooi geel, hè? Mm. Vincent hield van zonnebloemen, hè, Bax? Hij had er een hele vaas vol van. Jazeker, Toby. Vincent vond ze prachtig. En jullie, kinderen, vinden jullie ze ook zo mooi? Ja, dat dacht ik al. Kijk. Daar vliegt Pepper. Hoe zie je dat? Krrr. Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor mij zoeken? Dit is ook een schilderij van Vincent. Eens kijken, waar is de veer gebleven? Goed kijken hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Aha, gevonden. Daar is het veertje van Pepper. Vincent hield veel van de natuur. Hij maakte daar mooie schilderijen van. Kijk maar eens naar deze puzzel. Oh, leuke puzzel. Yes. Daar ben ik heel goed in. Even kijken. Veel groen. Ja, wat denken jullie, kinderen? Kijk maar goed. Zijn het misschien plantjes? Plant? Ja, ik zie een bloem. Klaprozen. Goed gezien, hoor, Toby. Het zijn klaprozen. Wow. Poppies! Kijk, er zijn ook vlinders. Oh, look at the butterflies. Heel goed gezien. Vlinders en klaprozen. Bij schilderijen mag je van alles verzinnen. Stel je eens voor dat we in een van Vincent's schilderijen konden stappen. Wat zouden we dan allemaal zien en horen? Toby neemt zijn verrekijker mee. Daar kan je heel ver mee kijken. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? We zijn lekker buiten, Bax. Buiten zijn is altijd fijn, hè, kinderen? Dat vond Vincent ook. Vertel eens wat je allemaal ziet, Toby. Ik zie een blauwe kar. Juist. En bergen in de verte. Een boerderij en een paard met wagen. Ja. Velden. Een veld. Mm-hmm. Oh, er is zoveel te zien, Bax. Precies, Toby. Er is heel veel te zien op dit schilderij. En jij, Pepper, wat zie jij? I see pretty colors. Ja, mooie kleuren. Je hebt gelijk hoor, Pepper. Dit schilderij van Vincent zit vol met mooie kleuren. Kijk maar eens goed. Yellow? Green. We hebben veel ontdekt, vinden jullie niet? Ah, daar hebben we vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij vlinder kunnen vinden? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Hè, Pepper? Zullen we eens kijken waar? Ah, kijk! Ze zat verstopt op het schilderij met de klaprozen en de vlinders. Had jij haar ook gezien? Nee? Dan kun je het filmpje gewoon nog een keer bekijken. Wat hebben we veel mooie schilderijen gezien, hè? We hebben geleerd dat Vincent soms een strohoed op had. En dat hij schilderde met heel veel kleuren. Ja. We zijn zelfs op ontdekkingsreis geweest in een schilderij. Inderdaad. En dit mooie schilderij hangen we op als herinnering. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende keer. Dan gaan we weer spelletjes spelen en op zoek naar nog veel meer schilderijen van Vincent. Dag. Dag. Bye bye.
Hallo allemaal. Van harte welkom bij het Van Gogh Museum. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie gezellig met ons mee? Toby en Pepper zijn alvast vooruit. En Vlinder gaat zich ergens verstoppen. Hè, Vlinder? Gaan jullie haar zoeken? Eens kijken wat we deze keer allemaal gaan doen. Toby? Pepper, waar zijn jullie? Hoi. Ah, daar zijn jullie. Kiekeboe. Kom eens kijken bij dit schilderij. Oh. Er staat een meneer op. Oh. Weten jullie wie dat is? Dat is... Nou? Ja, ik weet het wel. Dat is Vincent van Gogh. Een beroemde kunstenaar. Wat goed van jou, Toby. Vincent was a painter. He made lots of paintings. Heel goed, Pepper. Vincent was een schilder. Mm. Hij maakte heel veel schilderijen. Oh, wow. Kijk maar eens mee, kinderen. In het Van Gogh Museum hangen een heleboel schilderijen. Ze zijn gemaakt door Vincent van Gogh. En ze zijn allemaal anders. Zie je wel? Kijk eens goed naar de volgende schilderijen. Wat denken jullie? Is het daar lente, zomer, herfst of winter? Ik zie... Ja, het is herfst. Dat zie je aan de kleuren en de bomen. Yes. Goed gezien hoor, Toby. Ja. Kijk maar eens naar de kleuren op dit schilderij. En naar de bomen. Krrr, the leaves, they're turning brown. Goed zo, Pepper. De blaadjes worden bruin. Ze zijn niet langer groen. Dat gebeurt in de herfst. En de vogelnesten zijn uit de boom gevallen. Oh yes, the nest. De jonge vogels zijn al groot, dus hun nestjes zijn niet meer nodig. Op dit schilderij vallen de blaadjes van de bomen. Zien jullie wel? Yes! Wel mooi, hè, Baks, de kleuren in de herfst. Heel anders dan in de zomer. Nou en of, Toby. En kijk er maar goed naar, want voor je het weet blaast de wind alle blaadjes van de bomen. Oeh! Kijk, daar staat Toby. Hij heeft iets aangetrokken. Kan jij aan de vorm zien wat dat is? Heeft Toby een pyjama aangetrokken? Een regenjas met regenhoed? Of is het een mooi piratenpak? Wat denk je? Ja, een regenjas en regenhoed natuurlijk. Zo ben je in de herfst goed beschermd tegen het weer. Net als de meneer op het schilderij. Zie je? Staat je goed hoor, Toby. We gaan iets van heel dichtbij bekijken. Kijk je mee? Wat zou het zijn? Is dat een bezem? Een broom. Ik zie wit. Is dat sneeuw? Colors? Kleuren. Oh, ik zie het. Het zijn kwasten. Oh, yes. Brushes. Daarmee smeer je de verf op het schilderij. Paint. Pretty colors. Ja, mooie kleuren. Herfstkleuren. Kijk eens wat een mooie kleuren. Zien jullie al wat het is? Is het soms... Something brown? Even kijken, wat bruins, ja. Zijn het misschien vliegende vogels? Flying birds? Denken jullie echt dat het vliegende vogels zijn? Kijk nog maar eens goed. Oh ja, nu zie ik het. Dit zijn ook blaadjes die van de bomen vallen. Falling leaves. Ja. Goed gezien hoor. In de herfst vallen de blaadjes van de bomen. Weten jullie ook waarom? Na de herfst komt de winter. Goed zo, Toby. Mm-hmm. En wat gebeurt er in de winter? The trees go to sleep. Oh. Ja, de bomen gaan slapen. Dat heb je mooi gezegd hoor, Pepper. Ja, heel mooi.
Eens kijken of de kinderen ook zoveel weten. Toby, kom er maar bij. Hoi. Weten jullie het antwoord op de volgende vraag? Welk schilderij maakte Vincent in de herfst? In de autumn. Kijk maar eens goed. Het schilderij met de meneer erop? Of het schilderij met de bloemetjes in de bomen? Weten jullie het? Het schilderij links. The painting on the left. Goed hoor, Toby en Pepper. Ja, het is het schilderij links. In de herfst verkleuren de blaadjes. Ze vallen van de bomen. De bomen gaan slapen, want de koude winter komt eraan. In de lente wordt het weer warm. De blaadjes gaan weer groeien. In de zomer is alles weer groen. Dat zijn de seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter. Telkens opnieuw. Ja. Kijk, daar vliegt Pepper. Oeh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor mij zoeken? Dit is ook een schilderij van Vincent. Er staan vogelnestjes op. Eens kijken, waar is de veer gebleven? Goed kijken hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Aha, gevonden. Daar is het veertje van Pepper. In de herfst moet je je goed aankleden als je naar buiten gaat. Het is vaak koud en nat. Kijk maar eens naar deze puzzel. Oh, leuk, een puzzel. Oh, een puzzel. Daar ben ik heel goed in. Mm-hmm. Even kijken. Ik zie... Wat denken jullie, kinderen? Kijk maar goed. Shoelaces. Ja, veters. Oh, schoenen. Ja, goed gezien, Toby. In de herfst doe je stevige schoenen aan. Dan worden je voeten niet koud en niet nat. Vincent schilderde schoenen. Ja, hoor. Als je iets mooi vindt, kun je daar gewoon een schilderij van maken. Bij schilderijen mag je van alles verzinnen. Stel je eens voor dat we in een van Vincent's schilderijen konden stappen. Wat zouden we dan allemaal zien en horen? Toby neemt zijn verrekijker mee. Daar kan je heel ver mee kijken. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Het is herfst buiten, Bax. Buiten zijn is fijn, hè, kinderen? Ook in de herfst. Vertel maar eens wat je ziet, Toby. Ik zie huisjes. Huisjes? Ja. Schoorstenen op het dak. Ja. En donkere wolken. Mm-hmm. En... ik zie mensen lopen. People? Ja. Oh, er is zoveel te zien, Bax. Precies, Toby. Er is een boel te zien op dit schilderij. En jij, Pepper? Wat zie jij? I see lots of colors. Ja, heel veel kleuren. Je hebt gelijk hoor, Pepper. Ook dit herfstschilderij van Vincent zit vol met prachtige kleuren. Kijk maar eens goed. We hebben weer veel ontdekt, vinden jullie niet? Ah, daar hebben we Vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij Vlinder kunnen vinden? Pepper weet precies waar ze verstopt zat, hè Pepper? Zullen we eens kijken waar? Ach, kijk. Vlinder zat verstopt bij de schoenen. Had jij haar ook gezien? Nee? Dan kun je het filmpje gewoon nog een keer bekijken. Wat hebben we weer veel mooie schilderijen gezien, hè, kinderen? We hebben geleerd dat Vincent erg van buiten zijn hield. En dat hij vallende blaadjes schilderde. Ja. Nestjes en bomen en schoenen. En we zijn zelfs op ontdekkingsreis geweest in een schilderij. En dit mooie schilderij hangen we op als herinnering. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende keer. Dan gaan we weer spelletjes spelen en op zoek naar nog veel meer schilderijen van Vincent. Dag. Dag. Bye bye.
Hallo allemaal. Van harte welkom bij het Van Gogh Museum. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie gezellig met ons mee? Toby en Pepper zijn alvast vooruit. En Vlinder gaat zich ergens verstoppen. Hè, Vlinder? Gaan jullie haar zoeken? Eens kijken wat we deze keer allemaal gaan doen. Toby? Pepper? Waar zijn jullie? Ah, daar zijn jullie. Kom eens kijken bij dit schilderij. Er staat een meneer op. Oh. Weten jullie wie dat is? Dat is... Ja, ik weet het wel. Dat is Vincent van Gogh. Een beroemde kunstenaar. Wat goed van jou, Toby. Vincent was a painter. He made lots of paintings. Heel goed, Pepper. Vincent was een schilder. Hij maakte heel veel schilderijen. Oh, wow. Kijk maar eens mee, kinderen. Toen Vincent schilder wilde worden, moest hij nog veel oefenen. Voor zijn schilderijen gebruikte hij eerst veel donkere kleuren. Oh. Kijk maar eens naar deze mensen aan tafel. Oeh, wat is het daar donker binnen, hè? Inderdaad. Of naar dit grote huis. Het is daar herfst, Max. Dat kun je wel zien aan de bruine blaadjes aan de bomen. Jazeker. Veel donkere kleuren. Zien jullie wel? Yes, lots of dark colors. Maar deze schilderijen zijn veel lichter, Max. Goed gezien, Toby. Vincent gebruikte later liever lichte kleuren. Oh. Zien jullie wel, kinderen? Kijk maar eens naar deze grote straat. Oh. Zie je de huizen met die mooie oranje daken? En wat een prachtig blauwe lucht. Wauw. Oh, en daar zijn de zonnige zonnebloemen. Zoveel geel. Vincent hield van lichte, felle kleuren, dat kun je wel zien. Weet je, Max? Ik denk dat geel de lievelingskleur van Vincent was. En de mijne, want geel is ook de kleur van bananen. Yummy. Ik weet niet of Vincent ook bananen at, Toby, maar hij was wel dol op geel. Yellow. Eens kijken of jullie goed hebben gekeken, kinderen. Toby, kom maar eens bij. Hoi. Toby heeft twee schilderijen bij zich. I see houses. Welke van de twee schilderijen is geschilderd in lichte, felle kleuren? Kijk maar eens goed. Is dit geschilderd in felle kleuren? Of is het deze? Wat denken jullie? Deze. Het gele huis. Goed, Toby en Pepper. Op het andere schilderij waren de kleuren veel donkerder. Dit schilderij maakte Vincent met felle kleuren. Kijk eens naar dat geel en dat blauw. Net zo blauw als Pepper. Blue, blue, I love blue. Grrr. Maar je houdt ook van rood, hè, Pep? Want dat is de kleur van je staart. I love blue and I love red too. Grrr. Kijk, dit is het atelier van het Van Gogh Museum. Hier mogen kinderen zelf tekenen en schilderen. In het atelier hebben ze een heleboel kleuren verf. Maar wisten jullie al dat je eigenlijk alleen geel, blauw en rood nodig hebt? Daarmee kun je een heleboel andere kleuren maken. Als je gele en blauwe verf bij elkaar doet, krijg je groen. En als je gele en rode verf bij elkaar doet, krijg je oranje. En als je blauwe en rode verf bij elkaar doet, krijg je paars. Dat noem je kleurenmengen. Vincent was daar heel goed in. Kijk, zo gaat dat. We hebben gele, rode en blauwe verf. De verf wordt gemengd op het palet, zie je wel? Geel met blauw. Kijk, dat wordt samen groen. Oh, en hier zijn weer andere kleuren. Geel met rood. Ja, dat wordt oranje. Mooi hoor. Ah, ja, deze hadden we nog niet gehad. Blauw met rood. Kijk toch eens, dat wordt paars. Wat een prachtige kleur. Zo gaat dat dus met mengen. Eerst hadden we alleen geel, rood en blauw. En nu hebben we er groen, oranje en paars bij gekregen. Ik snap wel waarom Vincent zoveel van kleuren hield. Jullie ook?
Wat zijn dat? I see grapes. Yum, yum. Ja, druiven. Lekker. En kijk, al die kleuren. Vinden jullie druiven ook zo lekker, kinderen? Vincent wel, hoor. Maar hij at ze niet meteen op. Nee, eerst maakte hij er een schilderij van. Een schilderij met lekker felle kleuren. Kijk maar, geel en paars en rood en groen. Maar hoe weet je nou of kleuren mooi bij elkaar passen? Dat is best moeilijk kiezen, of niet soms? Oh, maar je kunt toch gewoon lekker met verf smeren, Bax? Als het niet mooi wordt, schilder je er gewoon overheen. Nou, maar dan verknoei je wel een heleboel verf. Dat wilde Vincent niet. Kom, dan gaan we kijken hoe hij zijn kleuren koos zonder verf te verknoeien. Vincent had namelijk een trucje om kleuren te kiezen. Kijk maar eens naar deze puzzel. Oh, leuke puzzel. Daar ben ik heel goed in, hoor. Ja. Oh, yes. Even kijken. Ik zie iets roods. Ja. Yes. Yes, lots of red. Wat denken jullie, kinderen? Kijk maar eens goed. Is het een doosje? Ja. Ja, het is een doosje. A box. Hè? Met bolletjes wol? Ja. Was dat Vincent's trucje? Ja, Toby. Hij zocht met bolletjes wol eerst de kleuren bij elkaar. Oh. En daarna ging hij pas met verf schilderen. Kijk, daar vliegt Pepper. Oeh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor mij zoeken? Dit is ook een schilderij van Vincent. Eens kijken, waar is de veer gebleven? Goed kijken, hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Aha, gevonden. Daar is het veertje van Pepper. Dit is een schilderij van Vincent. Zie jij al wat erop staat? Even kijken. Ik zie blauw. Is dat water? En groen? Plantjes? Kun je het eten, Bax? Net als die druiven? Nee, hoor. Kijk nog maar eens goed. Is het... Oh, nu zie ik het. Het is een bootje in de zee. Juist. Wat een golven. Heel goed, Toby. Vincent was een dagje naar het strand. En daar maakte hij een schilderij in de kleuren van de zee. Oh, ik krijg zin om naar het strand te gaan. Yes, yes. To the beach. Naar het strand. Ja. Kijk, daar staat Toby. Hij heeft iets bij zich. Kan jij aan deze vorm zien wat dat is? Draagt Toby een grote tas met boodschappen? Of is het een vaas met zonnebloemen? Of misschien een speelgoedmand? Ik geef jullie een tip. De kleur is Vincent's lievelingskleur. Wat denk je? Ja, een vaas met zonnebloemen. Daar hield Vincent van. Ze zijn ook zo mooi geel. Ah, daar hebben we Vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En, heb jij Vlinder kunnen vinden tussen al die mooie kleuren? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Hè, Pepper? Zullen we eens gaan kijken waar? Ah, kijk nou eens. Vlinder zat verstopt in het atelier. Had jij haar ook gezien? Nee, dan kun je het filmpje gewoon nog een keer bekijken. Wat hebben we weer veel mooie schilderijen gezien, hè, kinderen? We hebben gezien hoe Vincent zijn kleuren uitzocht. En waarom hij zoveel van zonnebloemen hield en druiven en bootjes. En we zagen zelfs hoe je kleuren kunt mengen op een palet. Ja, en dit mooie schilderij hangen we op als herinnering. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende keer. Dan gaan we weer spelletjes spelen en op zoek naar nog veel meer schilderijen van Vincent. Bye. Dag.
Zoo, zoo, story zoo. Kiekaboe, kiekaboe. Hoi. Hallo allemaal. Van harte welkom bij het Van Gogh Museum. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie gezellig met ons mee? Toby en Pepper zijn alvast vooruit. En Vlinder gaat zich ergens verstoppen. Hè, Vlinder? Gaan jullie haar zoeken? Eens kijken wat we deze keer allemaal gaan doen. Toby? Pepper? Waar zijn jullie? Hoi. Ah, daar zijn jullie. Kom eens kijken bij dit schilderij. Oh. Er staat een meneer op. Oh. Weten jullie wie dat is? Dat is... Nou? Ja, ik weet het wel. Dat is Vincent van Gogh. Een beroemde kunstenaar. Wat goed van jou, Toby. Vincent was a painter. He made lots of paintings. Heel goed, Pepper. Vincent was een schilder. Mm. Hij maakte heel veel schilderijen. Oh, wow. Kijk maar eens mee, kinderen. De schilderijen die Vincent maakte, hangen in het Van Gogh Museum. Kijk, hier zie je het museum van buiten. Vincent's schilderijen hangen natuurlijk binnen. Anders worden ze nat en daar houden schilderijen niet van. Wat heeft Vincent hier een gezellig huisje geschilderd? En kijk, daar buiten staat een mevrouw. Yes, there's a lady outside. Oh ja. Ze staat voor de deur en is vast aan het praten met iemand binnen. Dit schilderij gaat over buiten. Het is een straat en je ziet de huizen van de buitenkant. Ach, kijk nou eens. Deze mensen zitten gezellig binnen. Aan tafel. Yes, these people are inside. Grrr. En ze eten aardappels. Yummy. Eet smakelijk allemaal. Oh, en dit is ook ergens binnen. Maar kijk, hier is het weer lekker licht. Wat een mooie kamer. Wauw. Dat bed ziet er fijn uit, zeg. Ja. Ik krijg er bijna slaap van. Wakker blijven hoor, Baks. Ja hoor, Toby. Het is nog lang geen berenbedtijd. En ook geen apenbedtijd. Kijk, daar staat Toby. Hij heeft iets in zijn hand. Kan jij aan deze vorm zien wat dat is? Heeft Toby een pan met aardappels in zijn hand? Een strohoed? Of misschien een oude lamp? Wat denk je? Ja, een oude lamp natuurlijk. Die hebben we eerder gezien, weet je nog? Hij hing boven de tafel bij die etende mensen thuis. Kijk, daar hangt de lamp. Nu hebben ze weer licht. Gezellig. We gaan iets van heel dichtbij bekijken. Kijk je mee? Dat is... zien jullie het al? Geel... is dat hooi? Iets voor buiten? Oh, het is een strohoed! It's Vincent's hat! Ja, het is Vincent's hoed! Die droeg er buiten ook zo een. Ja! Dit is een schilderij dat Vincent heeft gemaakt. Kun jij zien wat erop staat? Even kijken. Is het... Nee, dat is het niet. Is het binnen of buiten? Wat denk je, Toby? Kijk nog maar eens goed. Oh ja, ik zie het. Het is buiten. Juist. En daar loopt Vincent. Ja. He's wearing his hat. Ja. Ja. Hij heeft zijn hoed op, ja. Goed gezien hoor, Toby en Pepper. Vincent is op pad om lekker buiten te gaan schilderen.
Maar met de strohoed op zijn hoofd is hij goed beschermd tegen de zon. Oh ja. Ja. Vincent woonde in een huis vol met kleuren. Hoe zou dat er van binnen uitzien? Toby, kom er eens bij. Weten jullie het antwoord op de volgende vraag, kinderen? Welke kamer vol kleur hoort in het huis van Vincent? I like colors. Wat denk je? Is het de donkere kamer? Of is het juist de lichte kamer? Wat denken jullie? De slaapkamer! The bedroom! Goed gezien, Toby en Pepper. Zie je al die kleuren? Echt iets voor Vincent. Kijk, hier zijn we in de straat waar Vincent woonde. Kijk eens wat een kleuren. Mooi en licht. En er lopen mensen op straat, zie je wel? Oh kijk, daar rijdt een trein. Hoor je hem? Kijk, daar vliegt Pepper. Oeh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor mij zoeken? Dit is ook een schilderij van Vincent. Eens kijken, waar is de veer gebleven? Goed kijken hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Aha, gevonden. Daar is het veertje van Pepper. Kijk nou eens. Ik denk dat jullie nu wel weten wat dit is. Zie jij het al, Toby? Is het soms... Kleur mee vliegenbaks? Denk je dat? Kijk nog maar eens goed, Toby. Oh, nu zie ik het. Een trein. Een echte stoomtrein. Goed gezien, Toby. Het is een stoomtrein. Net als op... Vincent's painting. Ja. Juist. Precies, Pepper. Net als op het schilderij van Vincent. Bij schilderijen mag je van alles verzinnen. Stel je eens voor dat we in een van Vincent's schilderijen konden stappen. Wat zouden we dan allemaal zien en horen? Toby neemt zijn verrekijker mee. Daar kan je heel ver mee kijken. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Oh, dit hebben we al eerder gezien, hè? Kijk, daar staat een stoel. Chair. Daar hangt een handdoek. Nog een stoel. Vincent's gele bed met de rode deken. Look, there's Vincent's hat. Goed gezien, Pep. Daar is de hoed van Vincent. Binnen hoef je natuurlijk geen hoed op. Wat is het hier lekker rustig binnen, hè, Pepper en Toby? Dat is ook wel fijn in een slaapkamer. Hé, wat is dat nou voor herrie? Ja, het komt van buiten, Box. Het is de stoomtrein die voorbij rijdt. Wat een lawaai. Ah, daar hebben we Vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij Vlinder kunnen vinden? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Hè, Pepper? Zullen we eens kijken waar? Ah, kijk! Vlinder zat verstopt bij de strohoed van Vincent. Had jij haar ook gezien? Nee? Dan kun je het filmpje gewoon nog een keer bekijken. Wat hebben we veel mooie schilderijen gezien, hè, kinderen? We zagen dat Vincent binnen en buiten schilderde. En dat hij dat deed met heel veel kleuren, donkere en lichte. Lots of colors! We zijn zelfs op ontdekkingsreis geweest in een schilderij. En dit mooie schilderij hangen we op als herinnering. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende keer. Dan gaan we weer spelletjes spelen en op zoek naar nog veel meer schilderijen van Vincent. Dag! Dag! Bye bye!
Zoo, zoo, story zoo. Kiekeboe, kiekeboe. Hoi. Hallo allemaal. Van harte welkom bij het Van Gogh Museum. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie gezellig met ons mee? Toby en Pepper zijn alvast vooruit. En Vlinder gaat zich ergens verstoppen. Hè, Vlinder? Gaan jullie haar zoeken? Eens kijken wat we deze keer allemaal gaan doen. Toby? Pepper? Waar zijn jullie? Ah, daar zijn jullie. Kom eens kijken bij dit schilderij. Er staat een meneer op. Oh. Weten jullie wie dat is? Dat is... Nou? Ja, ik weet het wel. Dat is Vincent van Gogh. Een beroemde kunstenaar. Wat goed van jou, Toby. Vincent was a painter. He made lots of paintings. Heel goed, Pepper. Vincent was een schilder. Hij maakte heel veel schilderijen. Oh, wow. Kijk maar eens mee, kinderen. Vincent vond zoveel dingen mooi. Hij wilde alles wel schilderen. Hij maakte een heleboel verschillende soorten schilderijen. Oh. Schilderijen met gezichten erop bijvoorbeeld. Dat noem je portretten. Kijk, daar heb je Vincent weer. Oh. Als je een portret van jezelf maakt, dan noem je dat een zelfportret. Je moet dan wel heel goed in de spiegel kijken natuurlijk. Yes. Ah, en hier zie je Vincent nog een keer. Vincent. Jongen, wat maakte Vincent veel zelfportretten, Baks? En wat kijkt hij serieus? Dat komt natuurlijk omdat hij zo geconcentreerd in de spiegel keek, Toby. Oh, maar dit is weer heel iets anders. Zien jullie wel? Mm-hmm. Dit is een schilderij van mensen die buiten op het land werken. Outside? Ja, dat noem je een landschap. Oh ja. En dit is ook een landschap. Maar hier staan geen mensen op. Hier zie je alleen het land en de lucht. Baks, Baks, dit is weer iets heel anders. Dit zijn allemaal oude spullen. Flesjes en zo. Ja, goed gezien hoor. Deze schilderijen noem je still levens. Still lives. Daar staan allemaal dingen op die niet kunnen bewegen. Mm. Oh, and look at these smelly old shoes. Ja, een still leven met stinkende oude schoenen. Ho, 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 jullie hebben wel heel veel fantasie. Ruiken jullie het ook, kinderen? Nou, knijp dan je neus maar even dicht. We gaan nu eens kijken of jullie weten wat een landschap is. Hoi. Ah, daar is Toby. Hij heeft twee schilderijen van Vincent bij zich, zie je wel? Welk van de twee schilderijen is een landschap? Je kunt er heel ver op kijken. Kan je dat op dit schilderij? Of op deze? Weet je het al? Oh, that's outside. Heel goed. Een landschap is buiten en je kan er ver op kijken. En er is zoveel te zien. Bergen en lucht en boerderijen. Wauw. Inderdaad, Toby. Op dit schilderij zie je goed dat het buiten is. Zie je wel? Dan is het een landschap. A landscape. Hadden jullie het goed gezien, kinderen? Ja? Knap hoor. Kijk, hier hangen drie schilderijen van Vincent. Je kunt zien dat ze alle drie heel verschillend zijn. Het zijn een landschap, een stil leven en een mooi portret. Eens even kijken hoor. Weten jullie nog wat het stil leven is? Kijk maar eens goed. In een stil leven staan allemaal dingen die niet kunnen bewegen. That's a still life. Ja, goed zo, Pep. Ja hoor, dit is het stil leven. Goed gezien. Wisten jullie het ook nog, kinderen? Goed hoor, dan weten jullie vast ook nog wel welke van de twee andere schilderijen een portret is. Kijk maar eens goed. I know. Pepper weet het al. Jij ook, Toby? Ja hoor. Een portret is een schilderij van iemands gezicht. Yes, someone's face. Dit is het portret. Knap hoor, Toby. Die hadden jullie vast ook geraden, kinderen. Goed hoor.
Jullie hoeven nu natuurlijk niet meer te raden wat het landschap is, of wel soms. Dat is heel makkelijk. De laatste is het landschap. Ja, dat wisten jullie ook, hè, kinderen? Jullie weten al veel over al die verschillende schilderijen van Vincent. Knap, hoor. Look at this one. Wat zijn dat? I see rabbits. Ja, konijnen. Lief. Kijk, ze eten van het gras. Waar zijn we, Toby en Pepper? We zijn ergens buiten, Bax. We're in a landscape. Ja, goed zo, Pep. Pepper heeft gelijk. Dit schilderij is een landschap. Eens kijken wat we allemaal kunnen zien. Ik zie iets blauws. Oh, ik denk dat dat water is, Bax. Ja. En iets groens. Oh, dat zijn vast bomen. Heel goed. De grond is best hobbelig, hè? Ja. Oh, daar zit het konijn. A rabbit. En daar is het andere. Twee konijnen. Two rabbits. Oh, wat lief. Oh. Kijk eens naar deze puzzel. Kunnen jullie zien wat voor schilderij dit is? Oh, leuk, een puzzel. Ik zie iets blauws. Yes, blue. Lots of blue. Zou dat de lucht zijn? Is het misschien een landschap? Oh, nu zie ik ook een heleboel geel. Yes, yellow. And I see green. And red. Ah, ik zie het al. Het is een portret. Ja, Toby. Goed gezien, hoor. Het is een portret van een jongetje. Zien jullie wel? Hij heeft een groene jas aan en een blauwe pet op. Wat een mooie pet op dat portret. Zo een wil ik er ook wel. Kijk, daar vliegt Pepper. Oeh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor mij zoeken? Dit is ook een schilderij van Vincent. Eens kijken, waar is de veer gebleven? Goed kijken, hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Aha, gevonden. Daar is het veertje van Pepper. Eens kijken of jullie kunnen zien wat dit is. Even kijken. Ik zie... Is het een schilderij, Bax? Nee, hoor. Maar het heeft er wel mee te maken. Kijk nog maar eens goed. Is het, Weten jullie het al, kinderen? Oh, nu zie ik het. Het is een konijn. Die zat goed verstopt. Heel goed, Toby. Net als op het landschap van Vincent. Hij maakte een schilderij met twee konijntjes. I love rabbits. Oh, schattig. Kijk, daar staat Toby. Hij heeft iets op zijn hoofd. Kun jij aan de vorm zien wat dat is? Draagt Toby een ridderhelm op zijn hoofd? Of is het soms een piratenhoed? Of misschien een blauwe pet? Ik geef jullie een tip. We hebben het al eerder gezien vandaag. Wat denk je? Ja, Toby draagt een blauwe pet, net als het jongetje op het portret. Staat je goed, hoor, Toby. Ah, daar hebben we Vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En, heb jij Vlinder kunnen vinden? Pepper weet precies waar ze verstopt zat, hè, Pepper? Zullen we eens kijken waar... Ah, kijk nou eens. Vlinder zat verstopt bij de schattige konijntjes. Had jij haar ook gezien? Nee? Dan kun je het filmpje gewoon nog een keer bekijken. Wat hebben we veel mooie schilderijen gezien, hè, kinderen? We zagen dat Vincent veel zelfportretten schilderde. En dat hij ook veel landschappen heeft gemaakt. Oh, en stillevens. We hebben zelfs konijnen gezien op een schilderij. Ja.
En dit mooie schilderij hangen we op als herinnering. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende keer. Dan gaan we weer spelletjes spelen en op zoek naar nog veel meer schilderijen van Vincent. Bye. Dag. Hoi allemaal. Wist je dat er ook een StoryZoo-shop online is? Hier kun je een knuffel kopen van mij. Of eentje van Beerbox. Of van Pepper. Lekker zacht. Oh, boekjes. Dan kunnen we samen Engels leren. Je kunt ze kopen in de StoryZoo online shop. Klik hier. Knuffels. Wacht. Klik hier om nog een filmpje van ons te kijken. En klik hier om te abonneren op ons kanaal.